Het platform van importeurs van levensmiddelen heeft als gevolg van de ontwikkelingen die druk uitoefenen op het prijsniveau een gesprek gevoerd met minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. Tijdens dit gesprek hebben de importeurs hun bezorgdheid geuit over een aantal zaken die zich momenteel voordoen. De bewindsman ging in op de aspecten die de importeurs naar voren brachten, zoals het beleid met betrekking tot de basisgoederen, prijsbepaling op de markt, het winkelvergunningenbeleid, de lokale kipsector en de economische vooruitzichten. Verder zijn er vragen beantwoord met betrekking tot de ervaringen op de markt bij etiketering inspecties, de veranderingen op de markt met betrekking tot lokale kip en importkip en de bijdrage die de importeurs kunnen leveren door middel van samenwerking met het ministerie. Dit meldt HINT in een persbericht van het Nationaal Informatie Instituut.